Yo, what's poppin'? Super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Doe even een blauw duimpje omhoog, want in deze vlog ga ik waarschijnlijk een aantal dingetjes weggeven. In de vorige vlog heb ik jullie verteld dat ik ongelooflijk goed ben in koopjes jagen. Wat ik daarmee bedoel, is ik loop een winkel binnen en waar iemand anders dan gewoon producten ziet staan. Ik zie korting. Ik zie ways to spare money. Geld besparen, maar toch veel spullen mee naar huis krijgen. Een echte Hollander. Kort samengevat, er is een bepaald soort knuffelmerk. En de knuffels ervan zijn redelijk duur. Oplopend tot 5 tot 10 euro. Afhankelijk van de grootte. Ik heb die knuffels voor 50 cent per stuk meegenomen. 50 cent per freaking stuk. Het is gisteren gebeurd. En ik wil er een leuke challenge mee. Het zijn emoji knuffels. En jullie hebben 3 seconden om in de comments te raden welke soort emoji het is. Laten we beginnen. En de mensen die liken, abonneren en raden, maken kans om ze te winnen. Dit is de allereerste. Laat in de comments weten welke emoji dit is. Ik zal hem hier zo ook neerzetten. Alleen de naam moeten jullie natuurlijk weten. Of eigenlijk gewoon letterlijk de emotie. Is dit huilen? Is dit lachen? Is dit naar het toilet gaan? I don't know. Maar in ieder geval, zoals ik al zei, de bizarre korting is te zien aan de hand van deze sticker. Er staat op dat hij 99 cent kost. Maar de gele sticker betekent dat hij 50% korting heeft. En de helft van 1 euro is 50 cent. Een knuffeltje voor 50 cent. En ik vind hem eigenlijk nog best wel dope. Normaal gesproken kun je voor 50 cent nog ineens een knuffel uit een automaat krijgen. Zo'n grijphaak ding. En ik heb gewoon een merkknuffel voor 50 cent. Yo! Maar welke is dit? Laat het weten in de comments. Ik ben benieuwd of jij het weet. En doe natuurlijk even een blauw duimpje omhoog als je hem wilt vinden. En deze vind ik zo dope. Ik denk dat jullie wel weten welke emoji dit is. Het gaat namelijk om de... Pardon. Laat het weten in de comments. Dit is wel mijn favoriet. Dus of ik deze ga weggeven, I don't know. Maar jij bent een baas. Dan hebben we ook nog deze. En dit is een van mijn favoriete emoties. Dit is gewoon letterlijk hoe ik mezelf zou beschrijven. Als een nerd die aardig is. Een aardige nerd. Ja, dat eigenlijk. Vinden jullie dit ook een toffe emoji? Laat het weten in de comments. Laat sowieso in de comments weten wat jouw favoriete emoji is. Ik ben heel erg benieuwd. Die van Jaehoon is sowieso dat meisje wat dit doet. Zo van, ik bemoei je niet. En die van mij en Soraya, uiteraard de poep emoji. En ook deze heb ik. Maar ik weet eerlijk gezegd zelf niet eens welke emoji dit is. Het kan deze zijn. Tegelijkertijd kan het eigenlijk ook best wel deze zijn. Deze of deze. Dat is hem niet. Het was geen belediging. De volgende, dat is deze. En deze heb ik in de eerste klas heel erg vaak gebruikt. Laten we eerlijk zijn. Soms heb je gewoon emoji-periodes. Dat je bepaalde emojis bizar veel gebruikt. Dit was in de eerste klas mijn beste mattie. Ook omdat ik niet echt andere matties had. Zijn we nog steeds beste vrienden? Oh, sorry hoor. Ruik ik niet lekker uit mijn mond? Welke emoji is dit? Laat het hier beneden weten in de comments. Doe een blauw duimpje omhoog. En wie weet, win jij hem? Winnen? Hoezo? Dat is mijn emoji. Sorry hoor. Dankjewel. Top. En ik ga jullie nu mijn favoriete emoji uit 2016 laten zien. En ik ben benieuwd of jij hem kunt raden. Jongens en meisjes, aanschouw. Ik ga de naam nog niet zeggen. Yo, als je ooit met Jaehoon naar de McDonald's bent geweest en je hebt een patatje van hem gestolen zonder het te vragen, dan ken je deze blik uit duizenden. Oh, dit is van dat wat duurdere merk waar je normaal gesproken 4 tot 5 euro voor betaalt, maar ik 50 cent. Ik vind hem in ieder geval super dope. Ik ben benieuwd of jij hem kent. Hij is gewoon letterlijk dezelfde kleur als het hoesje van een andere soort surprise. Mooie muts. Laat het in de comments weten. Oh, gaat het wel? Heeft iemand je ijsje op de grond laten vallen? Oh, sorry man, ik wou me er niet mee bemoeien. Je wijt jezelf naar de camera. Mijn naam is Hendrik. Ik ben 7 jaar oud en vorige week heeft Tutsuber mijn ijsje op de grond gegooid. 6.5 hours later. Oké, jongens, zoals ik jullie heb gezegd, een sneeuwballengevecht tussen mij en mijn lieftallige vriendin Soraya. Wie gaat er winnen? Oh, als je eraan komen drempelen. Wie gaat er... Oh, je hebt... Ze heeft mijn Minecraft sloffen aan in de kou, jongens. Besef de gunnings. Ze heeft mijn Minecraft sloffen aan in de kou. Wie gaat er winnen, Soraya? De bedoeling is dat we moeten proberen elkaar zo vaak mogelijk te raken, maar niet in het gezicht. Nee, dat is gevaarlijk. Hebben we nog andere regels? Nog één regel, hele belangrijk. We gaan beginnen! Let's go! Nee! Was bijna mijn gezicht. Hier komen! Hier komen! Ah, wat is dat weer voor sneeuwbal? Nee, dit is een sneeuwbal! Dit is een sneeuwbal! Ik wil ook hier, 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 ik geef je er één. Hier. Jij mag eentje hebben. Nee, nog eentje, ik alsjeblieft. Gooi, gooi! Ah. Au, maar tegen mijn bil! Je bent gek! Ja, oké, nu ben je pineut. Nu ben je pineut. Ah, nee! Ah. Oh, sorry. Oh. Gooi ook gewoon vol in de gezichten. We hebben één regel, Job. Oké, Soraya, hier. Kom hier. Ik wil dat je nu hier komt. Pak de sneeuwbal, snel, kom hier. 2, 1.
Oh, nee. Kijk, dat is een echte winnaar. Die helpt de verliezer nog overeind. Er zat een beetje sneeuw op je gezicht. Nee, ik kan het niet maken. Cool, hè, sneeuwballen. Oh, ik ben. Waarom ben ik zo? Ik heb denk ik zoveel mensen op school proberen te raken in het gezicht dat ik het nog in me heb of zo. Jongens, we gaan de camera, want deze Soraya die gaat alle kanten op gewoon. Gek idioot. Oké, nu ben ik binnen. Nee! Nee! Au! Oh, joh, je bent gek. Oh, sorry. Oh, dat is oh, jongens. Nee! Hier komen, hier komen. Er zijn er nog maar twee. Ik ben achter de schermen hartstikke lang bezig geweest. Hier komen Soraya. Ah, oh, dit was hard. Echt? Waar? Op mijn rug. Hier, er liggen hier gewoon allemaal halve sneeuwballen. Gooiden ze er nou één in mijn rug? Ik had ze niet maken met dit handje. Nee, joh. Nee. Ik heb kou, joh. Oh, oh. Nee, doe normaal, jongen. Die. Nee, weet je, kom hier. Jij mag wat mij doen. Jongens, omdat ik haar zo vaak heb geraakt, alsjeblieft. Hou hem zo vast. Ken je toch kung fu? Dat zo'n oude man dat zeg maar zo vasthoudt? En dan moet je het zo vasthouden. Zo moet je het vasthouden. Zo, zo. Hou zo vast. Ja? Hij gaat er door. 3, 2, 1. Weet je, Soraya? Weet je wat ik wel goed kan gebruiken op dit moment? Niet nog meer sneeuw. Weet je wat ik wel goed kan gebruiken op dit moment? Soraya? Nog één keer één met een pineut. Weet je wat ik goed kan... Laat maar. Zie ze weten. Weet je wat ik goed kan gebruiken op dit moment? Nee. Geen warme chocolade meer. Een ijsje. Ik kan eigenlijk wel wat warms gebruiken. Iets pittigs, iets heets. Die challenge die wij hebben gekocht, is dat geen goed plan? Om onszelf een beetje mee op te stomen. Het gaat ons wel warm krijgen. Let's do it. Maar eerst... Hier komt. Let's do this! Oké, jongens, we gaan de chili shot challenge doen. Heb je er zin in? Ik weet niet. Er zitten hier allemaal verschillende soorten hete sausen in. We hebben hier een spin the wheel en dat wheel gaat bepalen welke hete sausen wij moeten shotten. Heb je nog koud? Valt wel mee. Ik een beetje mijn nek, omdat iemand daar een sneeuwbal in heeft gegooid. Ah ja, ik ook hier een beetje. Laten we ervoor gaan. En staat duidelijk van achterop, test jezelf met deze pittige en vurige chili shot uitdaging. Pas mij eens even een messie. Oh ja, trouwens, we hebben hier een blender vol met ijsblokjes en water, een pak melk en nog voor de zekerheid een kommetje als we het niet binnen kunnen houden. Voor de mensen die het niet weten, de glaasjes zijn een soort van doodshoofdjes. En dat toont dus eigenlijk aan hoe heftig en vervelend en naar. Hoor dat geluid ook. Wat voor saus hebben we? We gaan eens even kijken. De allereerste, dat is hete drank met chili peppersmaak. De tweede is gloeiend hete drank met chili peppersmaak. Dan hebben we hier brandende drank met chili peppersmaak. En de laatste is vlammen zeedrank met chili peppersmaak. Zeedrank? Vlammenzee. Dus het is gewoon letterlijk als een zee van vuur. Ja, nou, de hel is misschien een beetje too much, maar een zee de van vuur. De hel in dit flesje. Ik ben heel benieuwd. Hebben we er nu twee? Ja, jij hebt er één. Maar wat is de bedoeling? Hoeveel doe je hierin? Helemaal. Nee, jawel. We moeten de shot challenge wel goed doen. Hier wordt aangegeven welke drankjes wij moeten pakken, waar we mee moeten beginnen. En ik zou zeggen, steenpapierschaar, begin met shotten. Steenpapierschaar. Jij begint. Yes! Jij mag spinnen, Soraya. En degene die die gaat raken, is degene die zij moet shotten. En by the way, we hebben afgesproken, je hoeft het niet door te slikken. Want dat overleef je niet. En het toilet overleeft dat ook niet. Ga ervoor. Spin. Hoor wat die groen blijft. Spin! Donker oranje. Dus dat is deze. Brandende drank met chili pepper. Oh, ik vind het heel zielig. Kom maar, hier met je glas. Ik ben de bartender vandaag. Niet te veel, hè? Dat is altijd even het lastigste van allemaal. Heb je er zin in? Wat verwacht je? Verwacht je veel, verwacht je weinig? Veel. Maar het is natuurlijk wel bedoeld om echt te shotten, dus het kan niet gevaarlijk zijn, lijkt mij. Ik snap het nu pas. Dit is geen saus. Kijk maar. Dit is echt drinken. Dit is echt bedoeld om... Oh. Het is geen alcohol, voor alle duidelijkheid. Dat doen wij absoluut niet aan. Maar je moet het dus echt drinken. Tuurlijk, anders gaan mensen het shotten terwijl het saus is. Dat is wel gevaarlijk, want dan kun je echt stikken misschien wel. Dus dat gebeurt. Hoezo kan het dan zo heet zijn? Dat weten we nog niet, hè. Misschien valt het wel hartstikke mee. Maar nu moet je het dus wel gewoon echt opdrinken. Oh my gosh. Oh, dit is heel erg. Het is nog niet eens de ergste. Dit is nog niet eens de ergste, dit is de middelmatige. Oh, het ruikt me zweet hoe het op mijn wiskunde leren. 1994. Soraya, ik heb echt van je gehouden. Echt waar. En bedankt voor de afwas, de schoonmaak. Niet doorslikken, oké? 3. Oké, Muriel, ga ervoor. Oké, ik stress, hè. Muriel, 3, 2, 1. Je moet in één keer, hè? Moet ik het doen? Nee. 3, 2, 1, go. In één keer. Kom op. Wat? Nee. Is mijn bakje. Is mijn bakje. Je moet het doorslikken eigenlijk. Je wel dat moet. Is dat echt zo erg dan? Hier, hou je mond al. Natuurlijk brandt het door. Ik zeg het toch?
Ik ben een macho nu. Ik heb niks met jou te maken. Zie je deze jongens hier? Poef. Dat is even normaal, joh. Volgende, ik ben aan de beurt. Dit was de middelmatige. Dat betekent dat we de heetste nog moeten... Ik ben aan de beurt, jongens. Ik ben benieuwd wat er... Dankjewel. You want some ice? You want some ice? Let's go. 3, 2, 1. Ik heb de heetste. Mag ik hem inschenken voor jou? Yo, drink Inferno. Hij heet Inferno. Dat is gewoon een naam voor iemand die letterlijk nooit ophoudt en doorgaat tot... Dus dat durf je het. Natuurlijk durf ik het. Lukt het? Ja. Jongens en meisjes, mocht ik dit nou niet overleven, shout-out naar mijn huisdier draak. Shout-out naar Gizmo, de Kremlin, die ik al 2 weken niet te eten heb gegeven, waardoor hij nu een moordzuchtig monster is geworden in de kelder. Jongens en meisjes, dit is de allerheetste van allemaal. En als Soraya, luister, hoe heet is dit dan? Het kijkt me aan, ik kijk het aan, ik zeg, hé, je bent bottig. Oh, wat staat er nou op? Het heeft 5 sterren. Hoeveel sterren hadden die andere? 3. Oh, wat erg dit. Ja, maar sorry, dit is echt gevaarlijk misschien wel, hè? Oké, doe de melk alvast open. Maar weet je wat? Dat doen ze toch altijd met echte shots? Dan hebben ze bijvoorbeeld 2 soorten drankjes. Ja, en daarna iets liefs. Ik heb bijvoorbeeld nu melk, dus dan doe ik eerst deze. Eerst moet je dit proberen. Ah! Ah! Dit is zo heet. Ah, het brandt heel erg. Yo. Zo erg. Oh nee, sorry, sorry, sorry. Is er rust? Job, Job, oh, wat ga je doen? Job, doe normaal, het sneeuwt. Job, Job. Job, wat? Het sneeuwt, het is winter. Steed. Ik voel me eigenlijk wel alsof ik uit een reclame kom voor mint snoepjes. Mint! Lekker! Voor jong en oud. Ik heb in mijn broek geplast, lichtelijk. Ik ga even douchen. Alright jongens, het was weer een super toffe dag. De rest van de dag ben ik ongelooflijk druk bezig geweest met opnames voor DutchTuber Gaming en DutchTuber 2. En ook het editen! Want heel veel mensen denken misschien dat de grootste last... post van een YouTuber, hetgeen waar het meeste tijd naar uitgaat, het opnemen is. Maar geloof me, voor de YouTubers die hun eigen video's editen, die zullen dit voelen, namelijk het editen kost zeker weten. Meestal dan het meeste tijd. Ik heb iets leuks van een kijker gekregen vandaag gedurende de dag, namelijk dit. En dit is een soort van squeezable, knijpbare cookie en cream. Er is mij in ieder geval gevraagd of ik dit zou willen proeven in de vlog. Natuurlijk wil ik dat. Muts. Ik ben heel erg benieuwd, jongens. Dop eraf. Oké, jongens. Daar gaan we. Het is denk ik een soort van chocolade. Ik weet niet of het voor op brood is, maar let's do this. Oké. Het smaakt als Nutella. Oh, yeah. Ik zit helemaal niet op het toilet. Hoe bedoel je? Ja, ik had even moeten afvegen. Ik bedoel, bedankt voor het kijken. Morgen om 5 uur ben ik terug. Bij een nieuwe vlog. Eigenlijk moeten we een soort van vloghanddruk hebben. Ja, tot morgen. Adios. 5 uur, hè. Niet vergeten, zet in je agenda. Doei.